50 jaar na de onafhankelijkheid vormen zich nog steeds problemen rond het onderwijsgebeuren in de districten en het achterland. Dit concludeerde waarnemend president Ronnie Brunswijk gisteren tijdens het onderwijscongres Binnenland in de ballroom van Hotel Torarica. Hij vindt dat deze problemen de samenleving ontwrichten. Minister Ori, wat hebt u aangetroffen op uw ministerie om het onderwijsbeleid vooruit te helpen? Lief deze missie binnen uw ministerie? Ik heb mijn twijfels omdat ik zie dat op in volgende ministers hebben gedaan wat zij dachten te moeten doen in plaats van wat onze samenleving echt nodig heeft. Wat we nodig hebben is community building in elk deel van Suriname, van Paramaribo tot het verre binnenland. Zoals het gezegd luidt, aan de vlucht zal men de boom kennen. We moeten als huidige generatie betere zaadjes planten voor de toekomst van ons land. Brunswijk geeft verder aan dat Suriname af moet van de veronderstelling dat onderwijs in het binnenland te maken heeft met achterstelling en polarisatie. Hij benadrukt dat het onderwijsgebeuren samen moet gaan met het decentralisatieproces en de ontwikkeling van elk district.